In Druten was het vrijwilligersmiddag. De welzijnsstichting Meer voor Mekaar en de Drutense wethouder Chef van Elk organiseerden een drive-in om vrijwilligers te bedanken. Ja, we hebben natuurlijk een hele bijzondere dag vandaag. Het is al jarenlang een goede gewoonte dat Meer voor Mekaar en de gemeente een speciaal moment voor vrijwilligers organiseren. Ik zeg altijd de vrijwilligers, dat is de kerk waar de Drutense samenleving op drijft. Dus het is niet meer dan normaal dat we er een keer extra aandacht aan besteden. En dit is natuurlijk een fantastische oplossing. We krijgen in het eerste blok tussen 1 en 3 krijgen we 200 vrijwilligers langs. Tweede blok, ik heb geen idee. Maar ik ben al die vrijwilligers namens het gemeentebestuur natuurlijk enorm erkentelijk voor hun inzet. Nou ja, dit jaar hebben we het vrijwilligersbedankje voor alle vrijwilligers in de gemeente Druten. Het ziet er iets anders uit dan andere jaren. Andere jaren hadden we gezellige theateravond in de Bogert. Dus we moesten iets anders verzinnen, wat volledig coronaproof is natuurlijk. Dus we hebben een drive-thru bedacht, waarbij mensen op een veilige afstand, hè, met een stok met een duimpje, dat we op die manier een cadeautje uitreiken om toch die waardering voor vrijwilligers te laten zien. Want dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Wat er in het tasje zit, er zit een bedankkaartje in namens de gemeente Druten, met een bedankwoord van wethouder Chef van Elk op de achterkant. De OVD, daar hebben wij een mooie cadeaubon van voor 10 euro om te besteden bij de plaatselijke middenstand, om ook die te steunen natuurlijk. Een flyer van Meer voor Mekaar over wat de vrijwilligerscentrale kan betekenen voor vrijwilligers en organisaties. Een flesje water van Meer voor Mekaar. En tot slot stroopwafels, maar niet zomaar stroopwafels, dit zijn kanjers. Want vrijwilligers zijn de echte kanjers, zeker in deze tijd. In plaats van een teststraat, een bedankstraat, dan is dit een stuk leuker, lijkt me. Benny Solo was ook de gast, om op zijn bekende manier de vrijwilligers nog eens extra te bedanken. We staan hier vandaag in Druten voor de gemeente, om alle vrijwilligers die fantastisch mooi werk doen, te bedanken voor hun inzet. En ja, dat doen we met een soort drive-thru, een soort thank you drive-thru. Hier hebben we alles aan gedacht, beveiliging, alles erbij voor Benny. En we hebben mensen die komen met de auto, komen met de fiets. Bedankt hè, voor uw inzet. Super!